De film Bad Boys Ride or Die met Martin Lawrence en Will Smith was gewoon een leuke film. En ik denk ook niet dat het bedoeld was dat het meer was dan dat. Dit is mijn review van de film Bad Boys Ride or Die. The slaves take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us! He stole all the empires. De hoofdrollen worden dus gespeeld door Will Smith en Martin Lawrence. Ik heb even zitten googlen, maar het viel me op dat ik van beiden nog nooit een film heb gezien waarin zij spelen. De directors van de film zijn Adil en Bilal. En het toffe daaraan is dat zij ook twee afleveringen van de Marvel-serie Miss Marvel hebben gedirect. En daarom vond ik het grappig om die connectie te leggen tussen Marvel en Bad Boys. De film is ook best wel goed onthaald door het publiek. Hij haalde een 6,7 op IMDb en een 65% op Rotten Tomatoes. Oké, de twee dingen die de film het meest maken wat het is zeg maar de humor. Get a ginger ale and nothing else. Are those dogs fresh? En een soort van de goede chemistry tussen Will Smith en Martin Lawrence. Get in the car. He has a gun to my head. Want deal with him, you want to deal with me. En het leuke vind ik ook dat ze allebei heel erg acteren op hun eigen manier. Sorry sir, but I gotta go. Ze zijn echt wel een soort karaktertje, zeg maar. Ze zijn niet zichzelf. En dat past wel heel erg bij dat comedy-effect. Reggie, do you eat my snacks? No, sir. You ate my snacks, didn't you? Het verhaal begint een beetje met de bad boys die erachter komen dat de captain voor wie ze lang gewerkt hebben eigenlijk een soort wordt geframed voor het samenwerken met drugskartels. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working directly with drug cartels for years. En natuurlijk worden zij vanzelf opgeroepen om hun deel te spelen in eigenlijk het clearen van de naam van die captain. You're my bad boys. Now clear my name. En dan is er ook nog een mooie rol weggelegd voor Jacob Scipio die de zoon speelt van Mike. You're being set up, detectives. En ook een ding wat de film maakt, wat het maakt, zeg maar, zijn de grote actiescènes die voorkomen in de film. No! Windshield wiper ruin is flammable! I'm not air scientist! Ik denk dat het grootste minpunt van de film is dat het gewoon nergens over gaat. Daarin lijkt het wel op andere actiefilms. Het is gericht op de actie en er gebeurt eigenlijk verhaaltechnisch vrij weinig. Maar ik ben wel heel blij dat ik naar de film ben geweest, want ik heb niet bij veel films zo hard opgelachen als bij Bad Boys. Are y'all still in our clothes? Just because we're black, we're still in your shit. En dat betekent wel dat het purpose van de film eigenlijk een beetje is uitgekomen. Dat is vermoedelijk ook wat ze willen bereiken. Ik geef de film zelf een 5,7. En daarbij staat hij een soort van op hetzelfde level als Mac 2 The Trench en My Big Fat Greek Wedding 3. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden in de bioscoop heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval Kung Fu Panda 4 uit de 27e aflevering. En dan komt Bad Boys Ride or Die in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds met een 2,2 de film Challengers. It wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Op 9 staat The End We Start From. Where are you going to go? Home. Going home. Op 8 staat Civil War. I guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Op 7 staat Furiosa, a Mad Max saga. To get home. Furiosa fought the world. Op 6 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Slap the shit out of you. I really could. Op 5 staat met een 5,7 de film van deze week, Bad Boys, Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 4 staat Godzilla X Kong, The New Empire. Kong. Godzilla. They can feel it too. Op 3 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 2 staat ook de film van vorige week, The Mars King's Daughter. We can still all be a family. En op 1 staat nog steeds met een 7 de film Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En aangezien ik jullie ook graag wil vertellen over de top 10 films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien, komt die nu. Op 10 staat Lion. I had another family. A mother. A brother. Op 9 staat Pinocchio. Hello, Pops. Op 8 staat Beast. I've never seen anything like this. Multiple attack. Op 7 staat Venom. I'm hearing a voice. Eddie.
not real. You were just in my head. Op 6 staat Taken. I will find you. I will kill you. Op 5 staat met een 6,7 Rebel Moon Chapter 1 Chalice of Blood. Dat is de director cut van Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. En dat is nog met veel meer beeld, veel meer uitleg. En ik vond hem echt tof om te zien. Alleen wel iets heftiger dan de eerste. En daarom heb ik hem niet hoger geplaatst dan de eerste. I find warriors to fight with us. Op 4 staat 65. This is Commander Mills. My ship was hit by an undocumented asteroid. Op 3 staat The Lion King uit 2019. Run away, Simba. And never return. Op 2 staat Forrest Gump. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. En op 1 staat nog steeds Life is Beautiful. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over Horizon, een American Saga Chapter 1. Laat het zeker weten als je die film al gezien hebt of als je er wat over wil weten, dan neem ik dat zeker mee in de review. En dan hoop ik jullie gewoon volgende week weer te zien. Tot ziens, tot later.